Daily Minutes nummer 1449 met een uitzending van vandaag, 24 oktober 2018, dus het bulletin van woensdag. Vandaag een vrij korte uitzending van de Daily Minutes met onder andere de serie over zelfbouw. We beginnen met een paar korte berichten. Vanavond is er wel weer de uitzending van Slow Scan Radio op 60-70 kHz om 20:30 met in totaal 14 Slow Scan TV foto's, 14 stuks vanavond. Vanavond meteen naar Slow Scan Radio om 9 uur kun je in een wijde cirkel rond Arnhem meedoen aan de SSB-ronde op 144.3, 4, 5 MHz plus of minus QRM. Deze ronde die vindt 1 keer per 14 dagen plaats. Het is een upper sidebend met verticale polarisatie. Amateurvereniging FMRE uit Mexico heeft gevraagd om enkele noodfrequenties te ontzien vanwege een categorie 4 hurricane Willa. De netten zijn Spaanstalig op 7060, 7130 en 14120. 7060, 2130, 14120. Dit is een nieuw deel, 22, over zelfbouw. In het vorige deel hadden we het in het kader van de veiligheid in de check over sluipende gevaren van bijvoorbeeld stoffen als lood die de gezondheid kunnen beïnvloeden en over het onderdeel van onze hobby waar het allemaal om draait, de hoogfrequente golven. Mobiel of portabel werken vereist overigens ook de nodige aandacht voor de veiligheid. Amateurs zijn bij het verbod op het gebruik van smartphones uitgesloten. Dat betekent echter ook dat je bij het gebruik in de auto van de apparatuur extra moet oppassen. Een zendapparaat is niet minder onveilig dan een smartphone. En dit geldt natuurlijk ook als je loopt of op de fiets. Een speciaal gevaar waar veel over te vertellen valt is bliksem. Vanwege de antennes buiten vormt bliksem voor zendamateurs een extra groot risico. De beveiliging tegen bliksem is een serieuze zaak en het beste kun je daarvoor het advies van een goede professional inwinnen. Een dilemma is bijvoorbeeld: moet je iets aarden of juist niet? Als je vanwege naderend onweer je draadantenne loskoppelt en dan kun je die loslaten of juist met de aarde verbinden. Als je hem openlaat is de kans dat bij een inslag de bliksem schade veroorzaakt groter dan wanneer je de draad aan aarde hangt. Als je hem aan de aarde hangt is de schade doorgaans kleiner, maar de kans dat het inslaat is wel weer groter. Pas overigens wel op, als de verbinding naar de aarde vanaf je antenne binnen door het huis loopt, dan kun je hem vermoedelijk beter openlaten. Je wilt niet de ontlading van de bliksem naar binnen in je huis leiden. Dezelfde afweging voor wat betreft openlaten of naar aarde kortsluiten geldt overigens bij de aanleg van een bliksemafleider. Wel een bliksemafleider betekent dat het sneller inslaat, maar de schade is kleiner. In Nederland gold altijd de regel dat antennes en andere constructies boven de 18 meter voorzien dienen te zijn van een bliksemafleider en daaronder is het niet verplicht. Ik denk dat dit nog steeds zo geldt. Voor wat betreft bliksemafleidersystemen op gebouwen werden die traditioneel gewoonlijk in koper uitgevoerd. Echter, het gebeurt geregeld dat alle koperen bliksemafleiders van een gebouw af worden gesloopt. De dieven komen in zo'n geval met kranen of met hoogwerkers, meest in het weekend, en alle koper is verdwenen. Om dat te voorkomen worden veel bliksemafleiders tegenwoordig in aluminium uitgevoerd. Behalve bliksemafleiders kun je nog meer doen. Bijvoorbeeld door waar kabels en apparaat binnen gaan en tussen geleiders van het lichtnet zogenaamde varistors te plaatsen. Dat zijn weerstanden waarvan de weerstand heel snel kleiner wordt als de spanning toeneemt. Bij een grote overspanning op het net wordt die zo kort gesloten. Je kunt ook stopcontacten kopen waar deze varistors al in zitten. Iets vergelijkbaars bestaat er overigens ook voor antenneleidingen. In het Engels heten die dingen dan lightning arresters. Het zijn overigens maatregelen die alleen werken bij relatief kleine inslagen. Vaak betreft dat dan een zijader, omdat de hoofdader van de bliksem stevast grote schade veroorzaakt. Schade kan ook ontstaan door inductie van de bliksem. Bijvoorbeeld als het inslaat is de stroom zo groot dat in alle geleiders in de nabijheid een flinke stroom wordt geïnduceerd en die kan zeer groot zijn. Tot zover deel 22. Op www.veron.nl staat trouwens momenteel een interessant artikel over bliksem met een hele hoop linkjes. En dat gaat dan met name over de beveiliging tegen bliksem voor zendamateurs. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend. Hams enjoy serving the community in many ways. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Als ik binnenkort mijn F haal, dan ga ik op de lage korte golfbanden een langdraadantenne gebruiken. Hoe lang is dat eigenlijk, zo'n langdraadantenne? Ja, dat weet ik niet. In elk geval is hij lang. Ik hang hem op als een sloper. Dan zou ik maar goed oppassen dat je andere antennes heel blijven. Bij een sloper weet je dat natuurlijk nooit. Voor ontvangst zit ik een beverage antenne te overwegen. Zou je dat wel doen? Beverage betekent frisdrank. Een frisdrankantenne, dat klinkt niet heel serieus. Ze zijn heel goed hoor, vooral bij de zwakke signalen. Ja, dat zal wel. En microfoon naar retour.